Pizza met spinazie, diepvries. Nee. Nou, dit is de situatie. Ik vind er niet veel smaak aan zitten. Proef jij iets? Het is heel vies. Ik heb wel een beetje borrelende buik. Video. Wij zijn dit keer in Amsterdam. Ja, we gaan vanavond namelijk iets leuks. Nou ja, leuks. Leuk? Nee. We gaan iets uitdagends doen. Eten bij het slechts beoordeelde restaurant in Amsterdam. Ja, ik ben heel benieuwd. Wij zagen al wat reviews, die waren niet zo best. Ik hoop niet dat we ziek worden. Ik heb wel een beetje borrelende buik. De reviews. Slechtste bezoek ever. Allereerst was het eten echt super teleurstellend. De antipasti zag eruit alsof het uit de vriezer kwam. Zeer slechte bediening. Spreek slecht Engels en geen Nederlands. Dit restaurant zou ik aan niemand aanraden. Het eten was koud en de gerechten die we hadden besteld kan je geen Italiaanse gerechten noemen. Verschrikkelijk. Wat een verschrikkelijk restaurant was dit. Het personeel had er duidelijk geen zin in en liep irritant rond met vieze kleding. Zeer slecht. Een pizza van Dr. Oetker is 100 keer lekkerder dan wat wij op tafel kregen. Ze zeggen dat het enige goede de locatie is, want die schijnt centraal te zijn. Dringend inspectie op afsturen. Hé, hey, zijn wij. We gaan. Het zit hier. Hier is het. Hier is het. Oh, in de back maybe. Het is in ieder geval lekker warm. Maar het brood is helemaal niet duur. Het vorige gerechtje is stokbrood, kruidenboter, €2,75. Knoflookbrood, €5,50. Ja, ik denk dat we gewoon een paar van die vorige gerechtjes moeten doen. Zoals dat knoflookbrood met kaas. Oh, maar ze hebben wel veel vegetarische pizza's. Ze hebben 7 vegetarische pizza's. Dat vind ik best veel. Kunnen wij als voorgerecht dat knoflookbrood met kaas? 5 minutes later. Het voorgerecht knoflookbrood met kaas. Het is wel op zich best veel. Ja, hè? Voor €6,50. Ik dacht eerst dat het de pizza al was. Het is net de hele pizza. Ja. Ja. Heel snel. Ja. Oeh, het is wel een beetje licht. Ik heb ruiken. Oh, je begint al. Honger. Veel kaas wel. Het ruikt er bijna vanaf. Maar ja, het smaakt op het zich. Het is wel prima. Prima. Ja. En het is warm. Ja, het is wel een beetje droog. 7. Het is bijna alsof je al een soort van pizza maaltijd hebt. Ja. Ja. We zitten wel echt in een heel raar hoekje. We zitten hier naast het verstopte muur. En het is hier, ja, het is echt zo van, wat bouwen er nog een tafel bij. Maar of in een soort trein zit. Ja. Dat ben ik van de foto. 5 minutes later. Ja, spinazie en pasta. Oh, ja. Eet smaak. Dankjewel. De salade. Pasta met roomkaas en spinazie en parmezaanse kaas en een pizza margarita met spinazie. We hebben het vorige gerecht nog niet op of het is al geserveerd. Ik vind het wel snelle bediening. Heel snel. Volgens mij was het echt 10 minuten na het vorige gerecht kwam gelijk alles al binnen. Ja. Eerste indruk? Ja, het ziet er op zich goed uit. Alleen ik schrik een beetje van die pizza, want die spinazie oplicht. Het is geen verse spinazie. Dit is gewoon diepvries. Dit vind ik, ja. Dit is toch niet hoe pizza met spinazie eruit wordt. Pizza met spinazie, diepvries. Nee, nou. Maar het is qua volume wel. Ja. Dit is de pasta, nou ja. Het ruikt wel dit lekker. Dit is ook diepvries spinazie door de pasta. What? Een Italiaans restaurant. Ziet er aan de onderkant, ja, dat ziet er prima uit. Niet zwart. Dus, ik vind het wel een beetje bleek ook. Ik denk soms ook van, het is lastig beoordelen soms, omdat een pizza kan je vaak niet heel snel iets verkeerds aan doen. Puntje. Oh, dit is heel wit. Nou, dit is de situatie. Ja, het is wel beter, heel wit. Ja. Nou, daar gaat ie. Cheers. Cheers. Ik durf niet. Ik vind er niet veel smaak aan zitten. Proef jij iets?
Ik proef dus eigenlijk niks. Ik denk dat het door die diepvriesspinazie komt. Heel waterig. Nog een keer. Ik proef zo erg een diepvries smaak. Maar hoe kan er nou geen smaak zitten aan kaas? Ik vond knoflookbrood lekker. Ja, vorige echt lekker. Nou, even een hapje. Ja. Oh, dit is trouwens helemaal droog nu. Ik geef die pizza... 5. Ja, 4,5. Wauw. Ik wilde pasta bestellen. Ik vind het zo warm. Ja, het is hier heel warm. Ik vind volume wel fijn. Dat is echt wel veel. Soms krijg je zo'n mini bordje pasta. Oh, dit kan echt niet, jongens. Oké, we gaan slurpen. Wacht even. Het is goed heet. Dit kan niet. Oké. Dit ziet er even heel awkward uit. Dus we zeggen, dit spoelen we. Ja, diepvriesspinazie. Op zich, het is wel romig. Het valt kazig. Het valt me mee. Je moet een beetje parmezaan op doen. Nou, die parmezaan die blijft ook hangen. Nou, lekker dit. Pizza wordt wel koud. Ik denk dat we even een stuk pizza. Even terug naar de pizza. Terug naar de spinazie. Even terug naar de... Wat eten is gesponsord door spinazie van Iglo. Ik heb nog nooit een pizza gehad die niet echt smaak heeft. Ja. Jawel. Hoeveel kost de pizza? Dus deze is €11,90. Pizza ook €11,90. Dus op zich vind ik wel goedkoop. Die diepvriesspinazie is ook niet zo duur, hè? Nee. Maar, wat is dit voor vorige eigenlijk? Nee, maar kijk. Oh ja. Weet je, ik dacht dat ik hem verkeerd om had. Oh, kijk. Ja. Wow. Dit is gek. Ik wil even weten hoe dit smaakt. Parmezaan. Ik heb dus het idee. Hoe meer? Het is heel vies. Proeven, gewoon los. Niets. Wat is dit? Het is heel raar. Oeh, het is heel oud. Zuur. Het is echt oud. Is dit normaal dat dit kleeft? Nee, dit is wel een beetje dat is niet goed. Hoe kan een Italiaans restaurant nou niet eens dat vers hebben? Ik zie nu al dat dit niet echt een ijsbergslaan. Het is gewoon een beetje op elkaar gekwakt. What? Maar er zit ook geen dressing op. Oh nee. Moet je nu gewoon allemaal stukken groenten gaan eten? Het is toch niet alleen maar sla, mag ik hopen? Ik weet niet. Huh? Er zit niks onder. Oh nee. Het is alleen sla. Ja, maar het kan dit niet. Het is alleen sla. Oh nee. Hey. Dit noemen ze een salade voor €8. Cheers. Ik kan niet. Nee, dit is gewoon... Het smaakt nergens naar. Het is gewoon zwaar. Het is niet echt verse komkommer. Oeh, hij is heel zuur. Er zit niet eens olijfolie of peperzout. Ja, dat is gewoon tomaat. Grote stukken tomaat zonder smaak verder. Deze geef ik een dikke 3. Mm-hmm. Wow. Gaan we nog een toetje bestellen? Moeten jullie wel even liken en abonneren, want zoveel moeite. We moeten het allemaal hier testen. Zouden we erg leuk vinden en waarderen. We hebben het zo zwaar. Alleen dan doen we een toetje. Oké. Disliken. Ja, we zijn dus ook in Utrecht geweest voor het slechts beoordeelde restaurant. Die kan je daar zien. Ja. En daar was het toetje, zeg maar, een soort diepvries taart die wankelde. Ja, zo. Ja. De dessert. Wat is dit nou weer? Het is een enorme kaart. Wat is dit voor kindermenu? Welk ijsje wil je? Wil je een cornetto? Raketje. Wil je een raketje? Een soort, ze zitten in de zwembad. Dit kan toch niet goed zijn? Ja, maar ik denk wel dat we die moeten proberen. Ja, dat denk ik ook. Ik vind het trouwens niet heel duur. Het is maar €4,70. Ik denk wel dat we dan de tiramisu doen in een Italiaans restaurant. De foto ziet er veelbelovend uit. Het ziet er heel vers gemaakt uit. Maar goed, je weet maar nooit. En je wilde de chocolademousse, hè? Ja. Die... Zo warm. Het is niet normaal. Dus hier, ik heb me helemaal rood volgens ik ook. Mij. 5 minutes later. Dankjewel. Dankjewel. Dank je.
valt het ze mee. Maken er wel een feestje van. Ja, ik vond de foto een stuk erger. Ik vind dit nog best. Ja. Ik kom dichtbij. Het is er wel echt heel snel. Ze zijn hier zo snel. Ja. Je bestelt iets, 5 seconden later. Het is ik weet niet of dat een goed teken is. Ja, maar het is vrijdagavond. En ja. Ik vind dat ze wel heel snel zijn. Nou, het is niet hard van de diepvries of zo. De slagroom is wel echt spijtbus slagroom. Ja, vind ik altijd jammer. Ja. Ja. Nee. Komt-ie. Cheers. Oh, ik vind het lekker. Maar in de supermarkt is die ook lekker. Snap je wat ik bedoel? Ja, vraag je. Ja. Is de tiramisu zelf gemaakt? Nee. Oh, uit Italië. Ja, oké. Lekker? Ja. Italië? Wat? Zij zijn uit kont van Italië. Ik kom uit Italië. Italië. Zij is wel heel aardig. Je hebt een lange reis gemaakt, de tiramisu. Ja, daarom is het niet vers. Nee, ik vind hem best oké. Okay. Ik krijg wel een groot stuk. Maar waar krijg je nou zo'n toetje voor €4,70? Dat vind ik wel een pluspunt. Hij is wel €4,70. €4,70. Dat is super goedkoop. Nee, ik heb wel een beetje borrelende buik. What? Ja. Echt waar? Ja. Ik heb een beetje buikpijn. Nee, is geen grap. Ik denk dat het door de pizza komt. Want die was echt helemaal niet gaar. Dit is chocolademousse. Oh nee, hij is uit de diepvries. Hou op. Ja, kijk. Ja, oh, hij is bevroren. Nee. Dit is was het chocolademousse? Ja. Proef maar. Nee. Het is helemaal hard. Het is hard. Waarom niet? Nee. Dit is gewoon ijs. Oh, koud. Ze hebben toch niet per ongeluk chocolade ijs besteld? Mm. Chocolademousse. Het heeft ook de vorm van mousse. Ja, we hebben alles opgegeten. Ik heb wel buikpijn nu. Maar nee, het kan erger. De conclusie vind ik, personeel, nou, vriendelijk. Ja. Heel snel was het eten, dat vind ik positief. Behulpzaam. Maar het eten op basis van versheid, dat snappen ze niet helemaal. Dat vond ik wel jammer. Frisse lucht. Frisse lucht. Maar ik moet wel zeggen, dat personeel was wel heel vriendelijk. We werden echt door 4 mensen gedag gezegd. Echt, hè? Ja. Tot ziens. Dankjewel. Doei. Bij het personeel viel me alles mee. Echt, maar hè? Ik zat dus af te rekenen. Nou. Weet je wat 1 cola light kost? €5. Wat? Ja. Dat is zeg maar net zo duur, duurder dan de tiramisu. Nee. Is dat hoe zij stiekem, want wij vonden het heel goedkoop. Maar de tiramisu is €4,70 en een cola light €5. Wat? En de rest, hoeveel was het in totaal? €64,90 hebben we afgerekend. Nou, we gaan nog even feesten in Amsterdam, alle kroegen af en even bier drinken en uit. We gaan hem nog even doortrekken. Nee, dit was onze video over het slechtste restaurant in Amsterdam. Ja, wij gaan weer terug naar huis. Het was leuk om dit te ervaren. Ja. Ik heb nog steeds buikpijn. Ja, dat dus vergeet niet om te liken en te abonneren, als je zou willen. Ja. En dan laat vooral even weten waar we de volgende keer naartoe moeten. En dan zien we je weer in de volgende. Yes. Doei! Doei.